als je in één keer ging een blokje weg. Dat was echt vet. Laat ik maar even kijken. Milan heeft een gekke giel gevonden. Matteo. Matteo. Nou, ik kan niet typen. Mama, stop. Ik hoop dat hij straks online komt, want ik leg hier allemaal besjes neer. Laat ik maar naar Blijfstad gaan. Laat ik naar mijn Blijfstad gaan. Laat ik maar naar Blijfstad gaan. Giel in aanbouw. Oké, denk ik. Ik ga naar Alex Blijfstad. Oeh, een diamond. Wacht, kan ik die diamond pakken? Nee. Oh, de items in de winkel zijn uitverkocht. Daarom. Dag Goes. Is dit uitverkocht? Ah, nee! Ik heb iets voor 1000 euro gekocht. Hey, diamonds. Ik heb 4 diamonds gekocht. Kijk dit. Oh. Ik heb 4 diamantjes gekocht. Ik heb 4 diamantjes gekocht. 4. Had je dan 4000 euro? Waarom heb je 4 diamanten gekocht? Ik heb eigenlijk 5000 euro, alleen ik had per ongeluk dit ding gekocht. Toen dacht ik, geef ik wel gelijk al mijn geld uit. Is dit geclaimd? Jammer. We gaan lekker op rondreis. En wat we gaan vinden, ben ik ook benieuwd naar. Kan ik niet gewoon eventjes beloningen? Rankbeloning. Pien. Hé, ik heb een dagelijkse sleutel, jongens. Spaan. Kloofmans heeft blijkbaar een varkenshuis hier. Oh, ik heb trouwens pas over een paar uur de creeper. Hé, hey, deze had ik vorige keer voor 1000 euro te koop gezet. En hij was binnen 10 minuten was hij gekocht. Dus ik ga hem. Maar jullie willen vast wel een rondleiding krijgen door Kleurstad. Nou, dan ga je dat zeker te weten krijgen, namelijk nu. En kijk, hier hebben we het prachtige, allemachtig, wat prachtige politiebureau. We kunnen hier zo lekker chillen. Zo. Oh, kijk. En dit is de gevangenis. En hier kan je werken met natuurlijk Windows. En als je dan hier zeg maar naar boven gaat. Oh, als je dan hier zeg maar naar boven gaat, dan kom je hier terecht bij de gevangenissen. En hiermee kan je naar het dak. Kijk, alleen ja, daar kunnen wij nu niet naartoe. Helaas, want ja, dat is gewoon afgesloten. En dat vind ik echt niet kunnen van de noobspeler. Of wie dan ook. Dat dat afgesloten is. Dus ja, dat moet je gewoon maken. En je kan hier zo omhoog bouwen. Alleen dan, waar gaan ze uiteindelijk zeg maar wel weg. Maar dat maakt niemand uit, toch? Dat is gewoon cool dat je dit kan. De gekke glitch. Dat ik ook bij Vetoren ben gedaan en hij had mij gekild. Ja, dat was ik. P.E. Harry Fantast. Het hotel is helaas gesloten vandaag. Wil je nou bij de Mick langs gaan? Dan moet je gewoon even naar McDonald's toe gaan. Dan loop je hier naar binnen en dan staat hier Mick. Dan klik je daarop en dan koop je gewoon even een gebakken kip. En dan klik je op voeg 1 toe. En dan koop je er 2. En dan klik je op bevestig. En dan heb je 2 heerlijke gebakken kipjes. Ja. En dan eet je die lekker op. Dat doe je gewoon. Kijk, en daarna ga je natuurlijk ook even bij het prachtige museum langs. Waar niks in staat, want alles is gestolen door een dief. Kijk, al die
allereerste diamond ooit gevonden door Giel. Die bestaat niet. Ja, die is gewoon weg. Kijk, en als je dan hier naartoe gaat, dan heb je klus. En dan ga je hier naartoe en bij de klus ga je allemaal blokken kopen. Zoals je ziet. Heel mooie blok. En dan ga je weer weg. Want er is niet veel bijzonders. Alleen dit hoort hier volgens mij normaal nooit. Kijk, en dan ga je erachter de Noob zijn huis. Dan heb je een soort hotelachtig iets, denk. I think. En dan is de Noob hier thuis. Alleen, ja, kijk, de Noob is hier. En wat je bij hem kan kopen is natuurlijk dirt. Ja, dan koop je natuurlijk wel dirt. Alleen ik doe dat niet, want ik heb 72 euro. Dan ga je hier naar boven en dan heeft hij natuurlijk een bruin bed van dirt. Loop je hier naar beneden. Dan kijk je hier. En dan zit hier een gekke hendel die je niet over kan halen. En als je hem toch over kan halen, hebben ze dit zo helemaal achtergezet. En dan kan je hier ook niet naar beneden. En Noob heeft het gekste huis ooit. Oh, dan kom je blijkbaar in de klusbunker. En dan staan hier mensen, maar ik sta daar niet bij. Ik sta wel op de vuurtoren Oveen. Dan ga je hier helemaal naar beneden. En kijk, daar heb je een random gang gevonden. Die heb ik ook net 2 seconden geleden gevonden. En je weet niet waar die uitkomt. Duurt wel lang. Ja, beter alles weer kunnen weghalen. Waarschijnlijk heeft hij dat ook gedaan. V-Torben heeft zojuist een spider spawner gewonnen uit een episch ben ik hier helemaal naartoe gegaan voor niks. Are you serious? Oké, dus niet een gang bij de Noob ingaan, want dan kom je gewoon hier terecht en dan... Wauw! Ja, dat gebeurt nog gewoon. Nee, zeg maar, dan heb je gewoon een probleem. Kijk, en dan ga je helemaal naar beneden, kom je bij de dirt komen, natuurlijk. En dan heb je hier nog een gang. En dan heb je weer een achtbaan, waar ik helaas niet in kan dit keer. En dan moet je hier vooral naar beneden springen. Ja. Milan, moet je doen toch? Ja. Ja, ja. Zie je? Ja. Moet gewoon, dan krijg je 100.000. Maar wel al je spullen droppen. Eerst al je spullen naar beneden droppen. En dan doodgaan. Hé, er is een admin online. V-Torben, iedere deelnemer heeft een teamkleur. Welke teamkleur ben jij? Weet ik veel. Oh, ik denk wel geel natuurlijk. Geel, ja, geel. Alleen blauw stad support ik ook. Dus eigenlijk blauw stad, want dat support ik. Alleen geel is gewoon de witte kleur. Maar ik support niet Mick. Ik support Leclerc. En ik support ook de Noob. Deze achtbaan is wel lang. Waar komt dit uit ooit? Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben. Wat als dit nou naar niks toe loopt? Serieus, staat hier een minecartje. Beter kan ik hier instappen. Nee, oh mijn god. Als dit bij een trap uitkomt, dan word ik echt boos. En dan bij een trapdoor of een deur. Want dan kan ik... Oh, dit gaat veel sneller, zo te zien. Dat had ik beter dit al heel veel eerder kunnen doen, joh. Hé, ik neem het karretje mee. Ik duwde het karretje. Er gingen in één keer 2 karretjes naar beneden. Ho, waar... Oh, het treinstation. Ingang dirtdorp. 64 dirt voor de Noob. Ik heb alleen 24, alsjeblieft. Hup, het is weg. Oh nee, ik dacht heel even dat het in een soort hopper ging. Dit dan weer. Wat heeft hij hier weer gebouwd? Oh, hey, we komen in dirtdorp. Wacht, kijk eens. Wat is dat andere hoofd? Die. Ja. Klus. Oh, ja, tuurlijk. Oh, eerst stond Gielke daar ook nog naast. Helemaal in dirt. Waarschijnlijk heeft hij dat... Hé, waterpretpark van de Glaar. Jullie! Ho! Is dit nou ook bedoeld als waterpretpark? Want ik vind het eigenlijk maar een vies waterpretpark. Zit een beetje aarde op mijn mond. Nou ja,
Wil je nou zien hoe we Dirt Dorp gaan verkennen, dan moet je gewoon even abonneren, want dan mis je geen video. Want morgen komt er nog video aan en die moet je ook zien. Want dat is leuk. Ja, dat is superleuk. Dus die moet je gewoon kijken, oké? Okay?